Hey, ik ben Gert-Jan. Welkom bij Duurzaam Doen We Vepa. Ik ben hier in een operatiekamer van een ziekenhuis. En als je gaat opereren, dan is het wel zo handig dat deze instrumenten steriel blijven. En dat gebeurt hier. Om ze tot de operatie steriel te houden, worden ze verpakt in dit soort materiaal. En dat noemen we dus de Blue Wrap. Het is een prachtig bronmateriaal waar wij weer nieuwe stoelen van kunnen maken. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, hè? Ja, en moet je je voorstellen, jaarlijks worden er minstens 1 miljoen van deze doeken eenmalig gebruikt en daarna weer weggegooid. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Dat vinden wij en dat vinden zij toch. Dat vinden ook de afvalverwerkers. Dat vindt Timmerijen, toch? Dat klopt. En dat vindt Bewit. En vandaar dat we met z'n allen bij elkaar zijn gaan zitten om te kijken of we hier wat mee kunnen doen. Zo hebben we met z'n allen deze hele nieuwe stoelencollectie ontwikkeld. De Bluefin. Nadat deze doeken als verpakking zijn gebruikt, worden ze apart ingezameld. Daarmee is onze basis hartstikke puur. Hoe het proces nou verder gaat, dat leg ik je graag uit bij NHL Stenden. En dat is een emmer, dat is lekker erbij. En hier hebben ze ons op weg geholpen om met deze doeken aan de slag te gaan. De Blue Wrap wordt in zo'n machine vermalen tot kleine stukjes, dat noemen we dan maalgoed. Dat maalgoed dat komt in deze trechter en het wordt in deze ingewikkelde machine verwerkt tot regranulaat. En het ziet er zo uit. Ja, dat klopt, want van het regranulaat wordt granulaat gemaakt. We zijn een stap dichter bij die nieuwe stoel. Ons materiaal komt bij Timmerij in stukken grote zakken binnen. Mooi, hè? Vanuit die big bags wordt het dan opgezogen, geconditioneerd en getransporteerd naar die spuitgietmachines. Het gebeurt dan via... En hier komt het materiaal binnen, dat is blauwe. En dan wordt het verwarmd en dan wordt het onder druk gebracht en dan zo in één keer in een matrijs gespoten. En na een minuutje wachten... Een nieuwe zitting voor een nieuwe stoel. Stoelen. Dat klopt. Maar hier op de montageafdeling wordt de hele stoel in elkaar gezet. En dat frame dat maken wij natuurlijk ook. Die kunnen in allerlei kleuren worden gespoten in onze eigen poederspuiterij. Zo maken we van ziekenhuisafval een prachtige nieuwe stoel. De Bluefin. Zo simpel is het. Nee, duurzaam moet je niet denken. Duurzaam, dat moet je gewoon doen. Jongens, it's a wrap. Oh ja, Fin, dat is een super kleurrijke brede stoelenfamilie. Van gerecycled materiaal ook, maar ja, niet van ziekenhuisafval.